De overheid wil dat de energievoorziening in Nederland in 2050 volledig duurzaam is. Onder andere om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Er zijn wijken die niet willen afwachten tot de overheid met plannen komt, maar zelf hun wijk willen vormgeven. Henxdal is zo'n wijk en is met bewoners het initiatief Duurzaam Henxdal gestart. Het is een initiatief voor en door de buurt Henxdal. En dat betekent dat wij de mensen willen informeren over energieverbruik en hoe je dat, hoe je minder energie kan verbruiken, maar ook hoe je energie samen kan opwekken. En het is eigenlijk een initiatief wat ook de bedoeling heeft om de buurt wat socialer en duurzamer te maken. Nou ja, wat voor tools we de wijk aan kunnen bieden, dus de appeltaartgesprekken, de ledkoffer, de cv-tuning, hoe je misschien zonnepanelen kan leggen op je dak of dat gezamenlijk kan doen. We hebben natuurlijk ook gehoord dat Henxdal een van de eerste wijken in Nijmegen gasloos gaat worden. Dus we wilden ook daar de buurt wat over informeren, waar ze vragen over hebben. Zodat we eigenlijk vanaf nu ook concreet kunnen kijken welke behoefte er is in de wijk en hoe we de mensen kunnen helpen. Er zijn natuurlijk mensen die toch altijd een beetje nieuwsgierig en argwanend zijn van wat is dat voor een club. We hebben dus ook vooral gezegd dat we niet van de gemeente zijn, dat we ook niet commercieel zijn. Dat we eigenlijk ook gewoon mensen uit de buurt zijn die een duurzamere wijk willen. En dat wij inventariseren van waar de wens ligt bij de buurt. En uiteindelijk bleek ook wel dat de mensen blij zijn dat er nu een concreet aanspreekorgaan is in de wijk. Maar we weten wel dat er een intentie is om in 2050 gasloos te zijn. Dat het gas toch in Nederland langzaam opraakt en dat we andere middelen moeten vinden om dat te vervangen. Beter voor het milieu. Dus dat zijn allerlei dingen die sowieso eigenlijk al goed zouden zijn.